Goedemiddag, ik ben Jeske Snorre van Atelier Hoogeind Keramiek. Ik ben keramiste en maak ook sculpturen van keramiek, vaak in combinatie met andere materialen. En ik maak op dit moment onderdeel uit van Kunst om Mode. Dat is een kleine wandelkunstroute georganiseerd door mijn atelier en Atelier Els Burger en Atelier Lavant de Furet. Elk jaar komt deze route terug en wordt veel bezocht en is zeer de moeite waard. Het beeld wat u nu voor u ziet is het beeld met de titel Dilemma. En waarom Dilemma? U ziet het manspersoon en bovenop het hoofd ziet u een glazen plaatje met links het brein, rechts het hart. Het symboliseert eigenlijk het dilemma tussen gevoel en verstand. Soms doe je te veel met je verstand of soms te veel met je gevoel. En daartussenin moet je altijd een uitweg zoeken. Het glas staat ook voor de kwetsbaarheid van dat geheel. Vandaar dat ik daarvoor gekozen heb. En de naam of de titel Dilemma wijst dan eigenlijk zichzelf. Goedemiddag. Ben je hier wel eens eerder geweest bij Atelier Hoogeind Keramiek? Nee, dit is de eerste keer. Ja. En wat verwacht je? Niks eigenlijk. Nee. Ik laat me gewoon verwonderen. Ja. Oké. Nou, ik hoop dat ik daaraan voldoe. We zijn hier op de Kerkheide, op de grens van Veldhoven, waar de expositie plaatsvindt van KOM, Kunst om Molen. Wij zijn Guus en Riek Wouters. Guus maakt de beelden en ik schilder, hoofdzakelijk olieverf schilderijen maak ik. Dit jaar hebben we als thema de Atlantic Wall. Dus de verdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog van Noorwegen tot aan Spanje. En we hebben vooral de kunstwerken of de
resten, de ruïnes in België bezocht. Dus in en om Oostende. Zoals u kunt zien werk ik vrij monumentaal. In vrij basiskleuren. En ik maak ook nooit een mengsel van de verf. Ik meng de kleuren op het doek. Ik ben Guus Wouters. Ik ben bezig met het maken van beelden in hout over het algemeen. En momenteel ook dus op de Atlantic Wall geïnspireerd. Dit is een van de objecten waar we dus spelen met de vormen die je terugvindt in de bunkers die overal langs de kust staan, zoals juist gezegd. En daar staan vele vormen en mogelijkheden. Ik heb ook niet de intentie om precies een bunker te maken, maar wel om een spel te spelen met de vormen die er zijn. En dat maak ik dan over het algemeen in hout. En dat kan heel fijn snijwerk zijn tot aan grof werk met de kettingzaag. Hier zien we een object wat gemaakt is uit een deel van een Douglas-spar, waar ik de takken gevolgd heb tot op het hart van de boom, waar je dus kunt zien hoe de constructie van zo'n boom in elkaar zit, hoe de takken verweven zijn in de stam. En dat geeft een enorm sterke constructie. Dat kun je ook zien in de natuur, waar takken van bomen eigenlijk toch bijna nooit afbreken, omdat ze zo vast in de stam verweven zitten. En dat is dus in dit stuk opgezocht. Dit schilderij heb ik één oog uitgebeeld. En daarmee bedoel ik, Big Brother is watching you. Alles wat we tot ons nemen, als we naar de supermarkt gaan met een winkelpasje, als we betalen met een betaalpas, als de vuilnis opgehaald wordt met vuilniswagen. Men weet werkelijk alles van iedereen. Tot in detail kan men nagaan. En dat bedoel ik met dit schilderij, wil ik tot uitdrukking brengen. Big Brother is watching you. Weinig geheimen, alles is openbaar en ligt op straat voor iedereen. Dit object is gemaakt na een storm die hier over het bos raasde, waarbij een hele hoop bomen gebroken zijn. En daar is dus door de storm de structuur van de houten palen is daar eigenlijk helemaal verstoord. En ik heb geprobeerd om daar weer een vaste structuur in te krijgen door die kapotte boomstronken in driehoeken samen te stellen. Waardoor dus weer een driehoek als vaste vorm gaat fungeren om er weer structuur in te krijgen. Hier met deze bomen, dat is geïnspireerd op het werk van de kunstenaar Christo. Die heeft in Zwitserland een heel bos, alle bomen ingepakt. Mijn werk heb ik daarop geïnspireerd, dus de eenvoud van de ingepakte boom. En hiermee breng ik dus de bomen eigenlijk weer terug in het bos. We staan hier op de rand van Veldhoven. Hier is een klein tuinhuisje en in het tuinhuisje exposeren wij dus ook dit deze keer. Eigenlijk bedacht aan de hand van een soort planetarium. Ik heb hier een aantal bollen en het mooie is, die blijven, omdat ze buiten hangen, ook in de wind steeds een beetje bewegen. Als je goed kijkt, dan zijn er twee heel herkenbare bij. Dat zijn de planeten Mars en Venus met de rode en de gele kleur. En de rest mag iedereen zelf invullen. Hier heb ik drie objecten in een linie staan. Dat heb ik ook gedaan omdat bunkers ook vaak in een bepaalde lijn staan langs de kust. Ik heb er hier drie en die heb ik eigenlijk niet alleen aan de bunkers ontleend, maar ik heb ook elk van deze objecten als een detail gebruikt. Bij deze zit er bijvoorbeeld een schietgat in en bij deze is heel herkenbaar dat ik hier de kracht van de zee heb ingemaakt, waardoor er dus een soort golf in het hout uitgehaald is. Bij die andere zijn weer de delen die eruit zijn gehaald op een andere manier teruggebracht op het object.
Welkom bij Vagrond, een expositie van 9 kunstenaars in de buitenlucht. Kunstenaars die net afgestudeerd zijn van academie, hebben hier een platform, mogen hier exposeren, mogen experimenteren. U vindt hier allerlei soorten kunst, van video tot performance, als schilderijen en allerlei projecten. Kunstenaars maken ook echt iets voor deze plek, op deze vage gronden, vandaar ook de naam Vaaggrond. Ik sta nu bij een beeld van mezelf. Het heet Wonder Woman. Ik sta hier bij het werk van Trienke Nieuweg. Ze noemt het stamboom. Ze heeft gewerkt met echt de stammen die hier uit dit bos vandaan komen. En ze heeft ze hier neergeplant. Alsof ze hier ook gewoon horen. Dit is Treidi Nanninga. Die werkt achter de naaimachine. En achter de naaimachine ontstaan allerlei figuren. Dierlijke figuren die met menselijke eigenschappen. En ze combineert ook daar hele verhalen mee. Haar thema hier is vriendelijk vuurwerk. Juist in deze tijd dat er zoveel slachtoffers zijn rond oud en nieuw. Experimenteert zij met allerlei mogelijke figuraatjes. Die vuurwerk maken, die heel vriendelijk zijn voor iedereen. En ze hoopt dat er daarmee een betere oud en nieuw komt voor iedereen. Dit is het beeld van Roel Kruijer. Tussenlicht heet het. Hij is op zoek naar licht, naar vorm. En niet het licht en de vorm zoals je kijkt in de horizontale lijn, maar vooral naar boven. Je kunt er eigenlijk niet bij. Je kunt niet zien wat je zou zien als je daarin staat. Maar dat maakt hij duidelijk in het TBC-huisje. In deze serene ruimte waar je liggend naar boven kunt kijken en het beeld kan vangen wat in Roel Kruijer zijn werk belangrijk is. Hier Jan Leide is een kunstenaar die een performance heeft, Words of Amber. Visualiseert Jan Leide de verbintenis, de relatie en de kwetsbaarheid van moeder tot haar kind en van mens tot mens. Dit alles in een tijdgeest waarin tussenmenselijke relaties verharden en diversiteitsvraagstukken indringender zijn dan ooit. Hier is Hyo-Yen met haar moeder. Zij nodigt u naar de dans uit om ook de dans uit te voeren met een ander, met iemand. Daarna vraagt ze of u een zin wil achterlaten die bij u boven komt. Daar gaat ze weer verder een boek van maken. Dus het is nog niet afgelopen, deze performance, dit werk. Dit is het werk van Ina Romanova. De oorsprong van al haar werk zit in het, vooral de verwondering van haar over de grootheid van het heelal. En het raadsel dat waarom wij hier eigenlijk zijn. Er zit gigantische diepgang in en een oneindigheid van de dingen. Dat vind je ook terug in haar driedimensionale werk, waar ze met spiegels werkt, alsof je in een kaleidoscoopachtige wereld terechtkomt waar geen einde aan zit. En op die manier geeft ze dat weer.